idee is daarin. Ja, even kijken, want ik denk niet tegen een dak aan. Wordt het nou niet vast? Zet hem eerst zo even erin. Wacht even, ik ga naar even. Nou, dat... dat haalt Harderwijk wel. Nou, nu is de andere schilderij. Ja, Zeiss moet er nog in. Oh, Kelder? Ja, breng ze iets van de Kelder. Er zitten een paar tekeningen bij, maar dat kan ook wel. Ja. Komen er weer twee van ons? Ja. Tekeningen mogen naar zolder, denk ik. Zolder? Ja. Dan is de kunstenaar het zelf. Dan staat hij maar te fotograferen of zo. Ja, hoor. Daar zit het. Dus het idee is dat je uit de lift stapt en dan eigenlijk ben je zelf het schilderij. En ja, alle mensen op het doek die kijken hier dan aan. Ja, ja. Nou, gelukkig is hij niet zwaar. Ja, het laatste naar binnen toe, want dan staat hij gelijk goed te schilderij. Of niet? Het laatste naar binnen? Nee. Ja, ik moet als eerste naar binnen. Ja, ik moet hier even draaien. Kijk, een mooi bankje trouwens ook hier. Nou, zet hem eerst hier maar even neer. Nou, kijk hoe die staat. Hoe staat hij? Ja, nou, zo staat hij. Nou, klaar. De rest van weer meenemen? Nee, niet graag. Niet graag. Ja, zak met de lijst wordt helemaal weer mooi. Ja. Ja. Dit is zoals Rembrandt het ook doet, hè? Die hoge klodders. Ja. Die lichten erin. Ja, die moet je eigenlijk niet van dichtbij bekijken. Maar... Ja, nog 2,5 week. Dan is het zover. Het ziet er al heel anders uit nu het zo mooi opgeruimd is. Dit is ook mooi hoor. Ik ben nu op dit moment bezig met een heel groot doek. Het grootste wat ik ooit heb gemaakt. Van 2,5 meter breed bij 1,60 hoog. En wat stelt dat voor? Het is een museum, een museumzaal waar allemaal mensen rondlopen. Het is een museumzaal en er wordt iets tentoongesteld, maar het zijn geen schilderijen wat tentoongesteld worden. Ik heb het ook allemaal leeggelaten, maar het zijn mensen, allemaal verschillende soorten mensen. Ja, als je van de academie komt, dan heb je opeens geen inkomsten meer. Dus je moet gewoon een baan erbij hebben. Dus ik had het geluk om een deeltijdbaan te vinden. En ja, daardoor heb ik mezelf ook kunnen ontwikkelen als schilder daarnaast. Maar goed, het is echt met vallen en opstaan gebeurd, want in het begin was het echt nog niks. Ik heb jaren zitten schilderen, waar ik
totaal niet tevreden over was. Ik heb ook heel veel schilderijen weggegooid. Dus na een jaar of 10, toen kreeg ik een gevoel van, hey, nu krijg ik het in de vingers. Nu begint het een beetje te lukken. Ja, voordat je echt tevreden bent, ja, je wilt gewoon doorgaan, je wilt meer bereiken. En dat heb ik tenminste wel. En ik heb in 1992 een schilderij gemaakt. Dat was een kunstenaar in zijn atelier. Ook met veel humor erin. En dat sloeg wel erg aan bij het publiek. Dus daar werd ook een kaart van gemaakt. En toen heb ik nog een schilderij gemaakt van een tandem. Ook met veel humor. Nou goed, dat is toen gelopen. Eerst was het 1 kaart, toen 2 kaarten, toen 4 en toen 8. En dat gaat maar door zo. En nu zijn er al heel veel kaarten van mijn humoristische schilderijen. En dat loopt goed. Ik heb een groot gevoel voor humor, maar ik ben niet iemand die dat zo spontaan uitdraagt. En ik kan me ook wel behoorlijk zwaar tillen aan dingen in het leven. Als er bijvoorbeeld mensen onrecht wordt aangedaan of in oorlogsgebieden zo. Ja, dan kan ik best daar wel eens wakker van liggen. Hè. Het is niet zo dat ik vlieren fluiten door het leven ga, dat absoluut niet. Maar ik kan wel genieten van heel veel dingen. Dat zeker. Mijn werk straalt dat ook wel een beetje uit hoor. Aan de ene kant ook wel een stukje ernst, maar ook wel humor. En ik denk dat schilderijen zelfportretten zijn. Dus dat zit er wel een beetje in, dus in mijn werk. Ja, ik heb weinig werk verkocht in mijn leven. Niet omdat ik niet kon verkopen, maar ik wilde dat gewoon niet. En je zult je misschien afvragen waarom niet. Ja, dat heeft de reden, want in de jaren 90 heb ik een hele vervelende ervaring gehad met de galeriehouder. En die heeft heel veel werk van mij ontvreemd en doorverkocht zonder dat ik daar ooit geld voor kreeg. En dat waren ook vooral ook humoristische werken. En er zaten ook veel humoristische werken bij. En dat heeft me toen besloten om in ieder geval het humoristische werk niet te verkopen. Ik vond het toen zo, ik had zoveel moeite mee dat er zo gerotsoord werd met mijn werk. Dus ik heb het bewaard en het is nu mijn geluk eigenlijk. Want nu heb ik een enorme collectie humoristische werken en ik kan daar een museum mee vullen, ja. We zijn nu in Markenhof. En dat is een verpleeghuis waar Korsakoff-patiënten zijn. Mensen met die in het verleden een drankprobleem hebben gehad. En daar ben ik vrijwilliger en ik teken daar ook heel veel portretten. Heel leuk om te doen. Er is altijd een accordeonist bij en die speelt liedjes van vroeger en mensen houden ervan en zingen mee of ze luisteren. Goedemorgen. Hey, goedemorgen allemaal. Zijn jullie er klaar voor? Hè? Lekker poseren. Zo. Nou, ik ga weer mooie grote tekeningen maken, Gerrit. Nee, over 2 maanden, Gerrit. Dan is het museum klaar, dus ze zijn er nu nog mee bezig. Kijk. Landen er ook bij de gemeente of zo? Nee, ze zijn aan het verbouwen nu. Ben je thuis of zo? Nee, in het museum zijn ze aan het verbouwen nu. Ik heb hier nog een blad, zo.
Rikus, hij is klaar. Kijk eens. Ja. Vind je hem lijken? Kijk maar Gerrit, deze kan er mee. Ja. Nou, ik vind het altijd heel knap. Ik kan er helemaal geen klap van tekenen. Nou ja, maar poseren is ook moeilijk. Nee. Maar jij bent nooit zo tevreden, hè, geloof ik. Niet gauw, nee. Niet gauw, nee, dat dacht ik al wel. Ik leg de lat behoorlijk hoog voor mezelf. Ja. Maar goed, er komt altijd wel iets uit, Rietje. Maar goed, het is altijd afwachten of het lukt of niet. De ene keer schiet je in de roos en de andere keer zit je er behoorlijk naast. Zit je er wel eens behoorlijk naast? Dat je echt heel ontevreden bent? Ja, ook wel eens hoor, ja. Dat je echt zegt, het lijkt voor geen meter? Gebeurt alles, ja. Kijk, jij zit vrij stil, Rietje, maar je hebt ook mensen die bewegen continu. Ja, ja. En dan is het heel moeilijk om iemand gelijk eens goed te treffen. En, nou, Rietje, ik laat het even zien hoor. Ja, dat is heel mooi. Nou, kijk eens. Het is zoiets geworden. Heel goed. Ja, ja zeer tevreden. Ja. Ja, ben je wel tevreden? Ja, heel tevreden. Heel mooi. Nou, fijn. Dan ben ik ook tevreden. Ja. Ja. Wij kijken naar de tentoonstelling van mensen. En ik ben ertoe gekomen omdat ik bezoek heel veel musea. En ik vind het altijd heel leuk om alle kunstwerken te bekijken. Maar ik vind het ook altijd heel mooi om de mensen te bekijken. En omdat ik ook heel veel portretten schilder, is het ook heel belangrijk om veel mensen te tekenen. Wekelijks teken ik denk ik wel 10 tot 15 portretten. Als je tekent, dan kom je echt los en ja, je spontaniteit wordt daarmee bevorderd. En daardoor kan ik ook heel gemakkelijk mensen uit mijn hoofd schilderen. Want het schilderij waar ik nu mee bezig ben, heb ik bijna voor 90% uit mijn hoofd geschilderd. Om verschillende redenen heb ik hier een spiegel. Soms heb je een model nodig en ja, dan heb je even niemand om je heen. En dan ben ik zelf model. Dus als ik een hand moet tekenen, dan ga ik zelf even voor de spiegel staan en dan kan ik mijn eigen hand natekenen. Of een houding. En dat is, het is altijd handig om een spiegel te hebben. En ik heb ook een spiegel tegenover het schilderij staan. En dat is om fouten te kunnen ontdekken. Want als je je schilderij in het spiegelbeeld ziet, dan zie je sneller je fouten dan wanneer je normaal naar kijkt. Het werk waar ik nu mee bezig ben, daar ben ik al 3 maanden mee bezig. Ik ben in december begonnen en ik hoop het in april af te ronden. Het moet klaar voordat het museum open gaat. Hey, goedenavond jongen. Goedenavond. Johan. Ja, prima joh. En jou ook? Mooi. Hey, Wet. Hey. Hey, hallo allemaal. Gaat goed? Wat zeg je? Hoe is het met jou? Gaat goed? Ja, hoor. Leuk. Hey, Chris. Hey, jongen. Hey. Ik ga jou straks tekenen, Adriaan. Ja, hier zo. Ja. We zijn nu in het gebouw van de club en dit is het Amazing Core Picobello en ze repeteren iedere woensdagavond en ik mag dan tussendoor hier wat tekenen. Ja.
Gerda, kijk eens. Heel mooi? Oké, dankjewel. Hè? Ze zijn zo lekker zichzelf en zo enthousiast. Dat is echt een bijzonder mooi moment om hier te zijn. Ja. Ja. Mensen zijn voor de plezier hier, ze luisteren naar muziek. En de muziek is altijd geweldig leuk en de sfeer komt wel ten goede dan. Het is echt heel prettig om te tekenen. En hoe beter de sfeer, hoe makkelijker het tekent ook. Dus dat is wel belangrijk. Ja. Jullie weten dat Maris een eigen museum krijgt in Harderwijk. Ja. Ja. En dan gaan wij een dagje naar Harderwijk, naar Maris toe. Harderwijk, ken je dat? Oeh, ja, dat ken ik. Leuk, hè? Ja, dan gaan we naar het museum en dan gaan we daarna wat eten. Dan krijg je wat lekkers. Ja, een mooie dag, hè? Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Gefeliciteerd met uw nieuwe museum. Ja, dankjewel. Hallo, Maris. Nou, we gaan nog wat aan het weer kunnen doen. Huh? Ah, dit is een beetje spannend wel, hè? Heel spannend. Ja, dat wordt wel tussen 4:30 en 5:00 even duimen. Huh? Heb je goed geslapen? Ja. Ja? Ja, goed. Paar keer. Zal ik boven nog even laten zien, want we hebben nog afgeplakt. Prima. Ja. Die is nog opgehangen, gisteravond. Oh, mooi. Ja, ja. Ik ben, het is nog steeds een beetje onwerkelijk dat dit nou mijn museum is. Ja, dat, het is niet zo van, kijk mij nou, dat heb ik gemaakt of zo. Nee, dat niet. Maar wel dat ik gewoon heel blij ben met zo'n prachtige ruimte hier. Ik ben benieuwd wat André Verduin ervan vindt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik heb hem nog nooit eerder ontmoet, dus vind ik ook wel een beetje spannend. Maar goed, het schijnt een hele gewone kerel te wezen. Nou, dat is ook wel een leuk schilderijtje, zo'n rotte peer, ik voel me rot. En hier zit een beetje de vierjaargetijd in. Ze noemen dat de vanitas stilleven. Je ziet dan ook de vergankelijkheid in de vorm van bloesem, kleine peren en volwassen peren en een hele oude rotte peer. Ik heb dit ook al in mijn atelier zo gehad. Ik had een stok in mijn atelier met peren erop. Ze balanceerden net zo. Met een lampje erbij, ik heb het echt zo wel nageschilderd dan. Maar dat geeft een heel raar effect eigenlijk. En zoiets dit, dat is natuurlijk ontzettend kolder. Om zo'n rotte peer te ontleden. Maar goed, je gaat toch een beetje ook mensen erin zien. Je ziet peren, maar je zit te denken van ja...
Er is iets mee aan de hand, hè? Dan is het om 5 uur, zo ja. Even kijken. Kunnen mensen nog redelijk droog staan ook? Ja, op dat. Ja, er staan wel heel veel mensen al. Ja. Hey, goeiedag. Hey, jongen. Wat zie jij er netjes uit? Ja, boven dingen. Moet je eens kijken, als je mijn niet kwijt. Oh jongen, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, je hebt een bosje bloemen voor je. Nee. Als een herinnering aan dit nieuwe gebeuren. Het is net op een trouw of zo. Het is een heel, heel vreemd gevoel. Ja. Ja, dan... Hey, hey. Annette. Wij zijn incognito, hoor. Ik heb ogen. Annette, ken je me nog? Hey, wij komen in Zevenaar. Oh, ja. Ah, André, wat een geweldig. Nou, wat een verrassing dat jij hier komt, jongen. Ja, natuurlijk. Supermooi. Voor mij is het helemaal, hoor. Ondanks dat het regent. Ik zeg altijd, het regent nergens, alleen hier. In Harderwijk. Is toch, het hele land is droog. Ja, raar. Ja. Uitgerekend hier is de opening. Ik zag op de Bijenradar één sliert wolken precies over Harderwijk. Ik heet iedereen, ook namens Marius en Ingeborg, de eregasten vooraan, een heel hartelijk welkom. Een speciaal welkom aan André van Duin, die straks het museum gaat openen. Er komen vandaag 2 dromen uit voor Marius. Zijn eigen museum en het feit dat het museum door u wordt geopend. En vanaf morgen kunnen mensen het Marius van Dokkum Museum bezoeken. En dat, dames en heren, is heel bijzonder. Marius is hiermee namelijk de enige levende kunstenaar in Nederland met een eigen geregistreerd museum. Ja, daar ben ik gevraagd om... om het museum te openen, dat vind ik heel bijzonder. Ik heb nog nooit een museum geopend, dus het is voor mij ook helemaal nieuw. Maar ik doe het graag natuurlijk met Marius. En ik had eerlijk gezegd nog nooit van Marius van Dokkum gehoord. Maar ik kreeg dit prachtige boek toegestuurd. En wat trouwens ook te kopen staat in het museum. Kreeg ik toegestuurd en ik was werkelijk gefrappeerd door alle tekeningen die ik zag. Maar dan krijg je echt die prachtige portretten waar echte mensen op staan. Die hier misschien wel aanwezig zijn ook. Zijn er ook mensen die hierin staan? Dat is mijn zoon. Is dat je zoon? Oh ja? Oh, ga staan. Kijk hoe je opgedroogd bent. Kijk, dit is Ewout, dames en heren. Nou, is dat leuk of niet? En Harderwijk betekent dolfinarium. Dat is van nu af afgelopen. Van nu af wordt het ook het Dolfimarius. Het Dolfimarius van Dokkum Museum. Waarom is het ook... waarom is het dan het Dolfimarius? Omdat dit museum is ook dolfijn. Marius, mag ik je verzoeken om samen het museum te gaan openen? We gaan hem een knop slaan. Oké, en hierbij verklaren wij het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk voor geopend. Marius, hartelijk gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Allereerst wil ik mijn dankbaarheid uitspreken naar gemeente Harderwijk en het Stadsmuseum, met name Corien. Mede dankzij jou is dit museum een feit geworden. Wat een werk is er verzet. Enorm. En nu dit prachtige gebouw. Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik gelijk, dit is het. Met andere woorden, mijn werk voelt zich hier heel erg thuis. Nou, wij gaan naar binnen. Hallo! Ja, dat is toch geweldig. Nou, ja, voor de eerste echt... Nou, geopend, hè? In de, ja, anders ja, binnenkomen ja, ja. Steeds het nog in de verbouwing. Wordt, ja, hè? Ja, 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 ja. Okay. Mooi, hè? Marius, after you. Ja, jij moet overal heel ja, goed... Even om onze hoofden dingen. Mooi. En zo groot gaat er dus eentje komen. Dit is het idee van de Rembrandt, hè? Van de nachtwacht. Dit is het doek wat hij hier straks gaat schilderen. Zo oh, je gaat hier live aan de gang? Mensen kunnen komen kijken? Ja, ja. Ja. Oh, wat leuk. Ja, ja, geweldig. En hoe lang ga je erover doen? Nou ja, kijk, als iedereen tegen me aankletst, dan zal het jaren duren. Ja, iedereen komt kletsen natuurlijk. Een fotootje maken. Ja, ja. Ja.
Nee, maar dat zal wel een paar jaar duren, denk ik. Het is net, zijn allemaal een beetje geschilderde cartoons eigenlijk. En daar gebeurt zoveel in. En dit gaat dan heel erg over de peren, maar boven ook met die grote schilderijen, waar zoveel details in zitten. En je blijft er naar kijken. Dus je kan rustig. Mensen zien wel eens heel lang naar zo'n schilderij kijken, maar met dit kan je er heel lang naar kijken, want dan zie je steeds weer wat anders. Ik heb met dit meer dan met al die serieuze schilderijen van Rembrandt en van Gogh, zou ik maar zeggen. Ik vind dit veel leuker. Trots, niet dankbaar. Dat is denk ik het juiste woord. Nee. Nee, trots. Nee. Ik vind mezelf altijd nog. Voor mijn gevoel kan ik altijd nog beter. Dus. Ik ben een blij mens. Ja, echt. Want tentoonstellingen houden ze altijd erg mooi, maar je moet altijd inpakken en je moet een boel ophangen en wegbrengen en dan weer ophalen. Dus dan komt wel een stukje rust, denk ik dan. En dan hou ik in ieder geval tijd over om nog veel te schilderen. En dat is toch wat ik het liefste doe. Oeh, koud.